Aan de Bomaweg woont de dialysepatiënt Krishnanand Jagai. Hij is 54 jaar oud. Voorzitter Vismalen bezocht deze chronisch zieke man onlangs met medeneming van wat levensmiddelen. Hij verkeerde toen een zeer droevige stemming om zijn gezondheidstoestand, maar ook om zijn leefomstandigheden. De heer Jagai moet 3 keer per week dialyseren en heeft gevraagd naar hulp om de taxi te betalen van Kwarasang naar het dialysecentrum. We hebben een familielid bereid gevonden om patiënt Jagai te brengen voor dialyse, maar werd tegen een vergoeding. Luistert u maar mee. Wij hebben deze lieve mevrouw bereid gevonden die hem ophaalt en terugbezorgt van Kwarasang naar het dialysecentrum. En u weet, daarvoor zijn er kosten. En deze mevrouw heeft een kostenplaatje aan ons gepresenteerd dat wij voor een maand gaan betalen. En van hieruit wil ik nogmaals donateurs bedanken die ons ondersteunen en dat wij mensen kunnen ondersteunen. Ik wil dit bedrag aan u overhandigen. Het is 1500 SD wat hij gevraagd heeft voor een maand transport. En na een maand dan gaan we weer aan tafel zitten om te kijken als we eind september kunnen verlengen, tenzij we financiële middelen hebben. Nou, nogmaals dank aan u, naar u toe, dat u het werk op u heeft genomen. Oké, dankjewel meneer, voor u ook. U heeft me helpen. Dank u. Bent u blij dat u meneer Jagai moet vervoeren? Hij is een familielid van u, heb ik begrepen. Ja, hij is een familie. Wie is hij van u? Hij is mijn man, neef. Goed, en we zitten vandaag is zoveel. Vandaag is 18 augustus, hè, dat is dinsdag. En we hebben al vorige week betaald. En we gaan starten. Morgen gaat hij weer rijden. Ja, morgen ga ik weer hem rijden. Tot 18 september hebben we betaald. En geeft u mij rond 15 september een belletje weer van meneer Vismalen. De maand is zo verstreken, dan zullen we zien als wij het kunnen verlengen. Tenzij u die nu naar het programma kijkt, u wil 1 voor 12 ondersteunen om onze dialysepatiënt die wij ondersteunen. We willen hem blijven ondersteunen. Er zijn wel tal van mensen die verzoeken naar ons toe brengen. Maar laat me dit zeggen dat we niet iedereen kunnen helpen. Maar we hebben het op ons genomen om deze man te helpen. Als u ons blijft ondersteunen, dan kunnen we veel meer mensen helpen.